En u was zelf ondertussen in Soeterwey. Wat gebeurde daar? Ik was in Soeterwey alleen, want als moeder en mijn vrouw waren weg. Het personeel was even, het was een pauzeperiode. Die waren ook niet daar. Ik moest daar opletten, want er konden klanten komen. En op een gegeven moment zag ik daar op de parking het R4-knop komen rijden. En twee heren stapten uit, nogal redelijk bruut binnen. En die gingen mij aan van, waar is dat schilderij? En waar slaapt die Mario Roijmans? En oei, oei, ik dacht, ja, nou heb ik het. Toen heb ik dat moeten aanwijzen, waar die Mario sliep. Zij gooiden dat bed ondersteboven. Uiteindelijk haalden ze een kussensloop onder de matras uit. En in die kussensloop haalden zij dus de liefdesbrief tevoorschijn. Ja, dus die zat daar gestopt eigenlijk in Soeterwey. In Soeterwey, in zijn kamer. Onder zijn matras, in een kussensloop, zat de liefdesbrief. En wat dacht u dan? Gestopt. Ja, dan verbaasd natuurlijk. Ja. Zeg, amai. Ja. En die mannen hebben dan meteen die brief meegenomen? Dan hebben die dat meegenomen. Ze vroegen nog waar de bazin was, waar mijn moeder was. Ik zeg, ja, die is naar Hasselt, die is momenteel hier. Even nadien is mijn moeder gekomen en toen is... Oh, en die avond is dan het hotel in rep en roer geraakt, hè, door journalisten van alle kanten. Van Duitsland, van Frankrijk, van Nederland. Bijzonder van Nederland, want het was een Nederlands meesterwerk. Die waren allemaal geïnteresseerd. Hè. Dus die kwamen allemaal naar Soeterwey? Allemaal, dat zitten we in cameraploegen van actuele programma's daar.